Hallo en welkom bij een geheel nieuwe video en serie van Joefum Gamer. Vandaag gaan we old school doen. We gaan Rollercoaster Tycoon 3 spelen. Ik weet dat ik Tycoon 4 ook al heb op mijn kanaal, maar ik vind dat persoonlijk iets minder tof. Want ja, ik vind het gewoon iets minder tof. We gaan eerst hier aan de ingang wat paden zetten. Een ander pad. Ik ga het zwart pakken, ik vind het mooier. En dan gaan we straks overgaan op dit pad eigenlijk. Even deze wegklikken terug. We gaan de eerste video niet zoveel doen, omdat ik niet superveel tijd heb. Maar daarna gaan we er volop tegenaan. We gaan eerst een achtbaantje bouwen, want dat is altijd wel tof. We gaan voor eentje op het einde misschien. Kijk, meestal helemaal in het begin, dus we gaan gewoon een keer direct naar het einde gaan. Woelmuis. We gaan naar Woelmuis. Zit het zo? Altijd 3 van de kant. Want dan hebben we. Ze hebben dus nog genoeg plaats voor een wachtterrein en alles te maken. Zo, dat is wel lang genoeg, denk ik. Ja. Ik ga direct een bochtje naar rechts. Ik direct een bocht naar rechts. Zo. Zo. En een kettingje gewoon omhoog. Raak hem niet te stijl omhoog. Want dit is echt wel de stijl van de ketting met deze, vind ik persoonlijk. Jullie misschien niet, maar ik vind het zo mooier zo. Dan gaan we hem recht zetten. Een bochtje naar daar. En zo eentje naar beneden. Zo. Dan een kleine afdaling. Terwijl een beetje omhoog. En een bocht. En dan gaan we die gewoon rechtdoor laten gaan. En hier gaan we een blokrem zetten. Met een snelheid van 11, 13 miles per hour. Nee, 11, dat is een mooie snelheid. En dan terug een bochtje. Een paar rechtdoor. Terug deze. Terug een bochtje. Het wordt een toffe achtbaan, dat kan ik echt wel garanderen. Terug een bochtje. Ik ben bijna aan de laatste bocht hier van boven. En nog één bochtje zo. Nee, nu geen bochtje. Nu gaan we gewoon naar beneden laten gaan. Nee. Zo naar beneden. Een beetje zo. En recht laten komen. Gaan we terug één omhoog. Zo'n bocht. Recht laten komen. En naar beneden. Een mooie verticale val. Nu zitten we helemaal daar. Dat denk ik wel een toffe achtbaan. Als hij af is. Zo. En dan is daar mooi onder ook. Ja. Gaat hij helemaal terug naar daar. Ik denk dat het wel een toffe video gaat worden. Zeg. Maar, dat gaat ook nog. Dat is wel een tof idee. We gaan terug naar beneden dan. Nu een rollend vat. Alhoewel, nee, we gaan direct doorlopen met rollend vat. Zo. Die kant op. Prachtig. Nog één keer zo naar daar. Naar daar, nog één keer omhoog. En richt naar beneden. Ietsjes hoger nog. Zo, nu naar zo en naar beneden. En dan terug recht. En dan gaan we even zelf de weg laten zoeken voor iets. Kom op, jongen. Weet je, ik doe het zelf wel. En zo, naar daar. Ik hoop dat we wel genoeg snelheid hebben. Ik denk het wel persoonlijk. Prachtig. En nog één keer met een ketting omhoog laten gaan. Zo in een stijle. De ketting ook recht omhoog. Prachtig. En dan gewoon recht naar beneden. Dat om het nog gewoon af te sluiten. Dat is nog een keer iets mooi. Dit is wel niet een toffe achtbaan, denk ik. We kunnen gewoon een bergje maken in het midden. Hè.
beneden, zo. Recht laten komen. Dat het netjes terug. Zo, gewoon naar de grond. En voilà. Deze achtbaan is denk ik wel een toffe achtbaan. Van ingang hier zitten. De uitgang daar. En dan ga ik ook een keer testen natuurlijk, hè. We gaan... Wow, dat zijn dino's met niet voor... Allee, toch niet hier in het park. Tijger, nee. Zo, gewoon zo'n echt attractiekar... Parkjes, karretjes. En echt maar één karretje nog per keer. En ook vol met karretjes. Zo, 7 maximum. En dan ga ik een keer testen. Ik denk dat deze bal echt wel redelijk tof gaat zijn. Ik hoop ook dat het genoeg snelheid heeft. Ik denk het wel persoonlijk. Zullen we eens kijken wat het geeft. Dan moet ik ook nog een paar mods installeren en zo. Wow, stel voor ik hierop zit. Oei. Oké, deze valt nog wel al wel mee. We hebben een beetje snelheid hier terug. Een beetje meer snelheid gegeven. Zodat we alles nog net kunnen halen. Allemaal mooi uitgerekend van mij natuurlijk. Nou, ik vind deze bochtjes ook wel tof zo. Heen en weer. Zie je voor je de hele ding waar je zelfs naar op gaat. En we gaan naar beneden. En we gaan terug omhoog. Bijna tegenbotsen, net niet. En dan richt naar beneden eventjes. Hier de rolding. Hopelijk hebben we genoeg snelheid. Ja, we hebben genoeg snelheid. En dan hier de ketting, het laatste stukje. En we gaan hem geven. Helemaal de s'nachts ook ondertussen al. Zie je dat dan, veel tof. En dan nog het laatste bochtje en we zijn er. Oké, ik vond het best wel geslaagd eigenlijk, de achtbaan. Ik ga het zo wel op de dag zetten, want ik vind het al beter om te werken. Zien we helemaal niet werking ook. We gaan al een wachtrijtje aanzetten. We gaan daar een mooie wachtrij van maken. We gaan hier zelfs bloempjes en boompjes zetten en zo. Dus allemaal voorberekend en bestemd. Oh, ik weet wat ik ermee ga doen. En dan gaan we wel openen, want we hebben natuurlijk al mensen in ons park. Toen wel openen, hè. Zo. De testfases zijn gedaan. Dat is hier het laatste ding. Zien hoe snel dat gaat. De karken vliegt door die bochten. Oké, maakt niet uit. Ik vind het misschien wel een toffe achtbaan. We gaan ook al dieren zetten. Ik heb alle uitbreidingen ervan, dus we gaan ook al diertjes zetten. Gewoon aan de hier zo'n beetje van de overkant. Een groot parkje voor diertjes. En welke dieren gaan we zetten? We gaan iets van aapachtige, denk ik. We gaan apen zetten. En nu hebben we geen apen in een dierentuin. Apenhuis 1. Ik vind het een mooie geschikte naam, persoonlijk. We gaan gewoon een chimpansee zetten. Of madrillas. Ik wil madrillas. Madrillas. Ah, of mandrillen dan. We zullen er 4 zetten. 1 vrouwtje, 1 mannetje. En 2 kindjes. Broer en zus. Hoe mooi. Schattig. Dan gaan we nog... natuurlijk moeten ook mensen komen kijken naar de diertjes als ze willen. Van, niet te groot trekken, een kleintje. Dat is maar iets kleins, hè. En dan gaan we nog een pad naartoe bouwen. Zo'n beetje aan de zijkant. Daar is de dierentuin. En, zijn de boompjes nog vergeten? Akazi? Nee, gaat er niet. Hier wel. Beetje het park op te fleuren en zo. Appelboom. Zo, dan gaan we heel de kant hier zo op met appelboompjes. Dan gaan we deze boom misschien wegdoen. Dat is iets mooier misschien, hè? Ja. Dat is gewoon de hoofdlaan, appelbomen. Zo, dan kun je daar nu tussen gaan natuurlijk. Even kijken, nog andere toffe boompjes voor de andere kant. Varens, is dat een hele grote? Het is iets. En nu nog zo'n klein boompje erachter. Ja. Deze heeft wel iets, vind ik persoonlijk. Oké, we hebben dus nu echt al... Oh, wat we ook nodig hebben... Personeel. Heel belangrijk. We gaan zeker sowieso een dierenverzorger, dat is voor de diertjes. We gaan er nog 2 bij zetten.
En we gaan een agent, want bij de terroristische aanslagen van tegenwoordig weet je maar nooit. Een entertainer, het is een panda. Vond hem nog geen panda's gezet. Een kuiser voor de attractiebaantjes. En natuurlijk ook een monteur als er iets moet kapot zijn. Kapot gaan, niet zijn. En waarom heeft er zo weinig volk in? Laten zien dat het is extreem, zeer hoog. Oh, shit. Misschien kunnen we wel oplossen, want we een campagne starten. Voor een attractie wel, hè. Landelijke krant. Het is een zandbakmode, dus het kost niet veel. Niks eigenlijk. 6 weken lang, ja. En dan gaan we hetzelfde doen. Schoolkrantje. Voor dezelfde attractie, ja. 6 weken lang. En ook nog voor het tijdschriftje. Dezelfde dingen en 6 weken lang. Oké. Dus nu gaat de attractie toch hopelijk wat meer mensen trekken. Nu is er maar 3 mensen in ofzo, dus... Er zijn 8 mensen in de attractie. Oké, het is iets. Ik heb het iets. Maar... Ja. Ah, moet openzetten nog, hè? Open. Nu kunnen de mensen ook hierin. Kijk, ze is gaan. Oh, zie je die blende mensen die hier eens kijken. En een panda. Oké. Ik ga met deze video afsluiten voor de eerste keer. Ik hoop dat jullie meer willen zien van Rollercoaster Tycoon 3. Het is een soort van oud spel voor mij. En het brengt toffe herinneringen naar boven. Ik wil binnenkort immense gebouwen bouwen en zo. Dat gaat ook allemaal. Ja, en ik hoop dan... Oh, kijk hoe schattig. Kijk hoe schattig die man drie... en zijn kontje. Zie zijn kontje schieten. Schiet met een kontje. Snelle bolk. Ja, maar... Oké, ik hoop dat jullie meer willen zien van deze soort video's. En zeker een blauwe duimpje omhoog. En ik hoor dat kakken op de achtergrond. Dat geluid op de achtergrond is kakken. Ja, want ik ken dat. Nee, ik ken dat, ja, nee, ik ken dat niet, maar... Ik weet wat ik bedoel. Oké, tot de volgende video. Later, mensen.